Loslopende honden. Het is een van de grootste frustraties bij zowel jagers als terreinbeherende organisaties zoals Natuurpunt. Daarom trekken de twee sectoren aan de alarmbel. Met de duidelijke boodschap: hou je viervoeter aan de lijn. Dat is niet alleen wettelijk verplicht, dat voorkomt ook nodeloos lijden en vernietiging van kostbare fauna en flora. Doodgebeten of zwaar gekwetste reeën, opgejaagd wild, bloederige confrontaties met everzwijnen. Steeds vaker zien we incidenten met loslopende honden in de media. Mensen herontdekken in coronatijden de natuur. En dat doen ze graag samen met hun hond. Maar als die losloopt, vormt die trouwe viervoeter een bedreiging voor de natuur. Jean is jager en domeinbewaarder van een Limburgs natuurgebied en wordt hier elke dag mee geconfronteerd. Het is moeilijk om dat aan de mensen uit te leggen, want mijn hondje, lief hondje, en die doet niks. Ja, dat hoeft ook niet. Van het feit dat die er is, kan al voldoende zijn om bepaalde dieren op vlucht te zetten. Ook Natuurpunt, de grootste eigenaar van natuurdomeinen in Vlaanderen, ziet de gevolgen van loslopende honden. Die honden brengen natuurlijk veel verstoring mee. Hè. Dus als die van het pad afwijken en die lopen door het grasland of door het bos, dan jagen die een aantal dieren op. Soms zie je dat. Heel vaak zie je dat niet, hè, omdat dieren graag schrik hebben van mensen eigenlijk. Dus die zullen zich uit de voeten maken, ook zonder dat je dat ziet. Dus heel veel van die verstoring is onzichtbaar. En dat beseffen veel hondeneigenaars niet. Een loslopend exemplaar is niet alleen gevaarlijk voor andere honden, maar ook voor de lokale natuur. Honden behoren tot roofdieren, de predatoren. Ten andere de mens ook. We hebben onze ogen aan de voorzijde. Terwijl de prooidieren, zoals konijnen, hazen... Ree, everzwijn, hebben hun ogen opzij. Het zijn de prooidieren, zij moeten alles kunnen volgen en zien. Van het moment dat zij voelen, want ze voelen dat ook wel, dat er gevaar is, gaan zij de benen nemen. Gaan ze vluchten, want de vlucht is uiteraard hun belangrijkste weermiddel, zal ik maar zeggen. Met het gekende gevolg. Vluchtende dieren zijn een gevaar voor zichzelf. Zeker in het sterk verstedelijkt Vlaanderen vallen ze makkelijk ten prooi aan het verkeer. Kijk. Kijk. Aan die kant, daar gaan ze over. Hier is het geen probleem, maar de grote baan, dat is hier op 200 meter. Waarschijnlijk gaan ze daar oversteken. Als daar verkeer is, dan begint het weer. Hè. Hopelijk zit daar geen hond achter. Ik heb niks gehoord tot nu toe, maar... Dat is een van de gekende problemen waar we met z'n allen mee zitten. En dat is niet alleen vanuit de sector jagen, dat is ook vanuit de sector natuurbehoud. En dat is uiteraard vanuit de verkeerssector. Want de mensen die dit ongeval of zo'n ongeval meemaken met zo'n grote zwijnen, ja, die hebben het geweten. En er zijn gelukkig nog maar 2 dodelijke ongevallen waar we weet van hebben van de laatste 10, 15 jaar. Maar gewoon al de aanwezigheid van honden in drukbezochte, kwetsbare natuurgebieden zorgt op termijn voor een achteruitgang van de lokale biodiversiteit. Die ruiken gewoon, hier is een hond geweest, het is hier gevaarlijk. Ik mijd die omgeving. En dat betekent dus dat in de omgeving van een pad waar honden loslopen, ja, dat bij wijze van spreken de eerste 100 meter aan iedere kant van dat pad... Een verloren leefgebied is. Dat de dieren daar eigenlijk nauwelijks nog durven komen, dat ze daar alleen snel passeren, maar dat ze dat niet gebruiken als leefgebied. En dat is een enorm verlies voor onze natuur. Niet alleen in het broedseizoen, maar ook in de winter kunnen loslopende honden schade aanrichten. In het voorjaar heb je het extra risico dat jonge dieren verstoord worden. Dan denk ik aan haasjes, aan reeën, aan grondbroedende vogels waar die nesten echt verstoord worden of de jongen gepakt of verstoord. Maar bijvoorbeeld in de winter is een verstoring ook heel erg, omdat wilde dieren moeten overleven in de winter van wat ze kunnen vinden. Heel vaak leggen ze in de herfst een reservevoorraad aan vet aan.
Dat wordt in de winter aangesproken en iedere inspanning die zij extra moeten doen, verhoogt het risico dat ze de winter niet overleven. Een groep van honden die daar min of meer buiten lijkt te vallen, zijn jachthonden. Die honden worden tijdens de jachtpraktijk ingezet om wild op te sporen, uit te stoten en na te zoeken. Dat is noodzakelijk om een weidelijke jacht mogelijk te maken en net daarom voorziet de jachtregelgeving een specifieke uitzondering. Het gaat natuurlijk in eerste instantie om geoefende dieren. Men moet daarmee naar school, zeg maar. En dan is dat niet bepaald alleen voor dat dier, want dat gaat zijn natuurlijke drang uitoefenen, maar dat is vooral ook voor het baasje. Dat die tenminste weet hoe dat het zit met zijn hond. Want het is dikwijls zo dat de baas of de bazin een hond niet kent en niet te gebruiken en de, hoe zou ik zeggen, de geplogenheden van dat dier onder controle kan houden, omdat ze niet weten waar ze mee bezig zijn. De ene hond kan dus per uitzondering los, de andere moet aangeleind. Wie precies wil weten wat allemaal mag en niet mag met de hond, controleert best de lokale regelgeving en het gasreglement. Want dat kan verschillen van politiezone tot politiezone. Vroeger bestond er een bepaling in het veldwetboek die stelde dat het verboden was om honden te laten struinen. Maar om een of ander duistere reden is dat in het verleden geschrapt geweest in het veldwetboek. En momenteel zijn er nog een aantal andere verbodsbepalingen in ons Vlaams natuurdecreet opgenomen. Meer bepaald in het soortenbesluit. Artikel 10 zegt heel specifiek dat het verboden is om betekenisvolle verstoring teweeg te brengen in de natuur. En loslopende honden doen dat. Het laatste wat we willen doen is mensen uit de natuur houden. Want wij zijn ervan overtuigd dat we natuur nodig hebben. Zeker in deze coronatijd zien we dat. Onze natuurgebieden worden 3-4 keer vaker bezocht dan vroeger. Dus er is echt wel nood aan natuur. Dus afsluiten is echt een laatste middel dat we maar toepassen als er echt een probleem is dat we anders niet opgelost krijgen. Je moet slaan en zalven tegelijk. Je moet mensen bewust maken van het probleem, wat we voortdurend proberen te doen. Maar tegelijk moet er ook een mogelijke straf zijn voor de mensen die niet luisteren naar de regelgeving en die hun hond toch blijven laten loslopen waar het niet mag. Mensen wijzen op een fout of hun foutjes, ja, dat komt nooit prettig over. Het is niet leuk voor degene die verbaliseert of die de opmerking maakt. Het is natuurlijk veel minder leuk nog voor diegene die het ontvangt, de boodschap ontvangt. En ja, het is een algemeen probleem. Het is natuurlijk een probleem voor de overheid. De wetgeving zegt duidelijk hoe het zit, maar de handhaving is hier in deze natuurlijk een belangrijk gebeuren. We zouden eigenlijk zo ver moeten komen dat de sociale controle, zoals we dat dan noemen, dat mensen elkaar erop gaan wijzen dat ze iets doen wat niet mag, wat slecht is, als iemand zijn hond loslaat. Burgerzin, respect voor de omgeving, respect voor de natuur, respect voor de inspanningen van jagers en natuurbeheerders. Die attitudes vormen misschien wel de oplossing, samen met een strenge handhaving en slimme maatregelen. Alle lokale besturen moeten aanmoedigen om minstens één of meerdere hondenloopzones, vrijloopzones in de gemeente te organiseren. Vandaag stellen wij vast dat er enorm veel gemeenten zijn die dat nog altijd niet hebben. En het is inderdaad nogal hypocriet om te stellen dat onze jachthond in bepaalde gevallen tijdens de jachtactiviteit vrij mag rondlopen en dat de burger dan niet dat genot zou hebben om zijn hond een keer te laten ravotten, laten uitleven. We hebben daar ook als organisatie alle begrip voor. Vandaar dat wij aan de overheid vragen om daar fel op in te zetten.